Partijgenoten, goedemiddag. Goed dat u er allemaal bent. Welkom op het congres van de Partij van de Arbeid. Een bijzonder congres. Het eerste congres waar ook individuele leden spreek- en stemrecht hebben. Een mooie grote stap in onze partijdemocratie. En wat mij betreft ook net op tijd. Net op tijd voor twee belangrijke debatten die we met elkaar gaan voeren dit congres. Vanmiddag over integratie, morgen over Europa, om dan nog maar niet te spreken over het derde onderwerp, de economische crisis, die later vandaag aan de orde komt. Welkom dus. Partijgenoten, een paar weken geleden kreeg ik een kaartje van een vriendin van me die van oorsprong uit Kameroen komt. Ze schreef me dat ze vierkant achter onze integratieresolutie staat. Op het kaartje stond verder: integratie, het is verschrikkelijk zwaar. Het duurt lange jaren, het kost zeeën van tranen, maar je doet het voor een mooi, eigen, beter leven. En dat maakt het uiteindelijk de moeite waard. En daarom praten wij vandaag over integratie. Jarenlang een beladen onderwerp in onze partij. Na vanmiddag is dat wat mij betreft verleden tijd. Want vanmiddag stellen wij met elkaar een sociaal-democratische visie op integratie vast. Ik ga u straks vragen om voor de resolutie van mijn partijbestuur te stemmen. Maar dat kan en durf ik niet van u te vragen voordat ik verantwoording heb afgelegd over de keuzes die wij hebben gemaakt. Over waarom het partijbestuur het nodig vindt deze resolutie nu te behandelen. Over de wijze waarop we het debat voerden. Over de gekozen invalshoek. En over een aantal inhoudelijke keuzes. Allereerst, waarom deze resolutie? Dit congres, u, gaf mij en mijn partijbestuur bij ons aantreden een aantal opdrachten mee. Opdrachten van de commissie Vreeman. Die commissie concludeerde dat er op drie terreinen sprake was van onvoldoende koppeling tussen beginselen en beleid. Arbeid en participatie, de toekomst van onze publieke sector en het integratievraagstuk. Mijn partijbestuur was het erg eens met die opdrachten. Op het terrein van integratie was het geluid en het beleid van onze partij onvoldoende krachtig, reactief en te weinig herkenbaar, zo concludeerden we. Overigens, het was niet voor het eerst dat die conclusie werd getrokken. Want hoewel wij van oudsher veel nieuwe Nederlanders in onze gelederen herbergen, heeft de partij de kans om een leidende positie in het debat in te nemen onvoldoende benut. Dat moest anders, hoe moeilijk die weg wellicht ook zou zijn. Want een aanscherping van onze visie op integratie leidt onvermijdelijk tot een fel debat in eigen kring. Omdat het debat dat wij, in tegenstelling overigens tot veel andere partijen, wel durven voeren, alleen kan ontbranden in een brede linkse volkspartij als de onze. Omdat wij de partij van de doorbraak zijn, waarin gelovigen en ongelovigen gezamenlijke idealen nastreven. Omdat zowel hoger als lager opgeleide een plek vinden in onze partij. Omdat wij, de Partij van de Arbeid, jongeren en ouderen in solidariteit verbinden. Omdat wij de brug vormen tussen onderklasse en middenklasse. En omdat wij de partij zijn die oude en nieuwe Nederlanders aan haar idealen weet te binden. Partijgenoten, de Partij van de Arbeid is de spiegel die Nederland zichzelf voorhoudt. En wat laat die spiegel ons zien als we terugkijken op de gebeurtenissen in de eerste jaren van dit decennium? 11 september 2001, de aanslagen, de verdrietige moord op Pim Fortuyn, de verdrietige moord op Theo van Gogh. Wat we zien is dat oude en nieuwe Nederlanders langs elkaar heen leefden. De spiegel toonde ons hoe groot de noodzaak is om bruggen te slaan. Hoe groter de noodzaak van sociale cohesie, hoe heftiger het bad in samenleving en partij. Dat concludeerde ook een commissie onder leiding van Margreet de Boer. Integratie, zei zij, was een splijtswam in de partij gebleken. Reden om scheld op partijen te vragen om het beleid van onze partij tegen het licht te houden. Zijn rapport werd terecht met instemming begroet. Het schetste de uitdagingen waar wij allemaal, oude en nieuwe Nederlanders, voor staan. Het schetst de onverminderde noodzaak van wederkerigheid en lotsverbondenheid. En het rapport markeerde het belang van de strijd tegen discriminatie en racisme. En toch vonden we, 5 jaar na dat rapport,
dat we het debat opnieuw moesten voeren. Waarom? Allereerst omdat er sprake is van wantrouwen en onbehagen in de samenleving. Oververtegenwoordiging en criminaliteit, overlast, uitkeringen en schoolverlaters van sommige groepen nieuwe Nederlanders heeft het wantrouwen van veel oorspronkelijke Nederlanders vergroot. En het heeft een rem gezet op onze agenda van emancipatie en verheffing. Progressieve waarden als de gelijkheid van mannen en vrouwen, homo's en hetero's, de vrijheid van meningsuiting botsen soms met elementen van tradities, cultuur en religie die nieuwkomers meebrengen. Veel nieuwe Nederlanders voelen dat groeiende wantrouwen en wanen zich in plaats van collega, klasgenoot, buurvrouw, Nederlander, opeens allochtoon of buitenlander. En niet omdat zij veranderd zijn, maar omdat er anders naar hen gekeken wordt. Het gevolg is dat het vertrouwen in een gedeelde toekomst is geschaad. Onbehagen, dat is de eerste reden waarom we er nog lang niet zijn. De tweede reden is omdat de antwoorden van de Partij van de Arbeid op de vragen die de samenleving ons stelt onvoldoende eenduidig en helder zijn. Onze lokale volksvertegenwoordigers weten zich onvoldoende gesteund in het vinden van antwoorden op moeilijke vragen. Vragen over hoe om te gaan met probleemjongeren, met islamitische scholen en gescheiden inburgeringscursussen. Vragen over hoe we diversiteit kunnen bevorderen, hoe we dialoog kunnen versterken. De vraag ook of alle vrouwen, alle mannen een hand moeten geven en andersom. Vragen die hen terecht veel hoofdbrekens bezorgen en die op heel veel verschillende manieren zijn beantwoord. En dat gebrek aan eenduidigheid leidt vanzelf tot een gebrek aan herkenbaarheid. En steeds weer steekt een schijnbare tegenstelling de kop op. Een tegenstelling tussen het benoemen van successen of problemen. Een keuze tussen het benoemen van kansarmoede, segregatie, schooluitval, probleemjongeren of het benoemen van succesvol ondernemerschap, meerwaarde van diversiteit en de doorbraak van nieuwe Nederlanders in het hoger onderwijs, de politiek en natuurlijk het Nederlands voetbalelftal. Een schijnbare tegenstelling die niet alleen onjuist is, maar vooral heel erg ongewenst. En tenslotte zijn we er nog lang niet, omdat in tijden van crisis juist de meest kwetsbare groepen aan de kant komen te staan. Veel nieuwe Nederlanders werken onder tijdelijke contracten, in uitzendwerk en zijn relatief laag geschoold. Zij zijn het die het grootste risico lopen om werkloos te worden, om uit te vallen zonder perspectief. En je hoeft geen briljant historicus te zijn om uitgerekend daarvan het gevaar te onderkennen. Het zoeken naar zondebokken bij economische neergang is de mens niet vreemd. Partijgenoten, maatschappelijk onbehagen, het ontbreken van duidelijke en herkenbare antwoorden, het risico dat wederzijdse spanningen verergeren ten gevolge van de economische crisis, daarom praten wij vanmiddag over de resolutie integratie. En dat brengt me op een tweede punt, de manier waarop we het debat gevoerd hebben. De resolutie is tot stand gekomen door te luisteren, te debatteren. Door te luisteren naar de geluiden uit de afdelingen en van onze bestuurders. Door te luisteren naar hele echte mensen met hele echte problemen. Zoals die oude mevrouw die al meer dan 40 jaar in een portiekflat woont in Amsterdam-West en die zich ineens verloren voelt in haar eigen buurt. Waar de gordijnen altijd gesloten zijn en mensen haar taal niet meer spreken. Door te luisteren naar die Turks-Nederlandse advocaten die zich vanzelfsprekend thuis voelde in Nederland. Thuis was in Nederland. Totdat ze plots werd gezien als een allochtoon. Als een buitenlander die de taal wel niet zal beheersen en haar kinderen wel niet goed zal opvoeden. De resolutie is tot slot ook tot stand gekomen door uw waardevolle bijdrage in de amendementen en in de debatten. De debatten waren fel. We discussieerden scherp op de inhoud. Dat heeft ook te maken met de stijl van de eerste conceptresolutie. Die schetste zonder veel omhaal van woorden waar het debat volgens ons over zou moeten gaan. Want wie het debat echt werkelijk wil voeren, moet zich niet laten verleiden tot alleen maar wollig en poëtisch taalgebruik. Die moet scherp opschrijven waar het over gaat. De eerste versie van die resolutie leverde een kleine 100 krantenartikelen en columns op. Honderden reacties van partijgenoten, geestverwanten en opponenten. En op welke afdelingsvergadering ik ook kwam en hoe oneens mensen het soms waren met die resolutie. Iedereen erkende
dat we in eigen kring zelden zo'n goed debat over dit onderwerp hadden gevoerd. En de resolutie deed daarmee precies wat Wouter met polariseren bedoelt. Pijnlijke dilemma's schetsen, wederzijdse gevoelens van onbehagen onomwonden benoemen, incidenten niet afdoen, maar de achterliggende waarden benoemen, zodat we echt zien waar de pijn zit, met als doel elkaar te begrijpen, nader tot elkaar te komen. En toen René Couperus schreef dat hij vond dat het taalgebruik in de resolutie wel erg direct was, volgens mij kan hij daar zelf ook wel wat van, kon ik een glimlach niet onderdrukken. Want dat meisje uit het Limburgse land, waar we eigenlijk altijd alles omvloerst en voorzichtig verwoorden, dat verwijt nog eens zou krijgen. Direct taalgebruik. Ik dacht, ik ben eigenlijk toch wel heel erg ingeburgerd in dat Holland van boven de rivieren. Partijgenoten, de resolutie was een bestseller, zowel in de partij als in de landelijke media. Precies omdat we onomwonden heldere keuzes hebben opgeschreven voor gecompliceerde problemen. En laat het ons aan die duidelijkheid alsjeblieft nooit meer ontbreken. Het debat werd ook gekenmerkt door respect voor elkaars mening. Iets wat ook wel eens anders is geweest in onze partij. En dat was, denk ik, ook wat Sadiq Hartjaoui op een van de voorbereidende bijeenkomsten bedoelde met zijn inmiddels legendarische uitspraak: jullie zijn veel leuker dan de kranten doen vermoeden. Dat is een compliment, ook aan u allemaal. Het was kortom verhelderend, respectvol en daarom goed. Overigens is dat de manier waarop ik vind dat we elk debat in onze partij zouden moeten voeren. Dat brengt me op mijn derde punt, de gekozen invalshoek. Het laatste, vonden wij, waar onze volksvertegenwoordigers en bestuurders behoefte aan hebben, is een boodschappenlijstje met dilemma's. De resolutie moet een handreiking bieden met een lange houdbaarheidsdatum. Een, zo wil, filosofisch kader waarmee mensen zelf politieke keuzes kunnen maken op basis van onze beginselen. Dat is gelukt. Veel wethouders lieten me weten tevreden te zijn met de drieslag normeren, confronteren en tolereren. Daar kunnen ze echt mee uit de voeten. De resolutie moest ook de valse tegenstelling die ik eerder al benoemde overstijgen. De tegenstelling tussen of het benoemen van problemen, geflankeerd door flinkse maatregelen, of het zogenaamde correcte zwijgen. Onze visie moet recht doen aan zowel de successen als de problemen. Aan de gevoelens van oude en nieuwe Nederlanders. En dat graag recht voor zijn raap, niks geen verdoezelend taalgebruik. Velen van u hebben daar, geloof ik, een beetje aan moeten wennen. Ik, moet ik u zeggen, heb ook moeten wennen. Ik heb eraan moeten wennen wat er gebeurt als je als linkse politica het beestje bij de naam noemt. Van een vriendelijke, aardige, linkse, internationale, georiënteerde vrouw naar een harde, rechtse, nationalistische vrouw die naar het Wilders-electoraat loont. En laat ik nog maar één keer zeggen. Ik ben in die tijd helemaal niet veranderd. Ik ben hetzelfde gebleven. En Eddy Terstal, die mocht dan spontaan verliefd zijn geworden op mij of op de resolutie, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Paul Kalma, die schoof mij in het NRC onverdraagzaamheid in de schoenen. Omdat de term verdraagzaamheid niet in de tekst staat. En omdat de resolutie meer oog heeft voor problemen dan voor wat er goed gaat. Zo ken ik er nog wel een paar. Als we teksten gaan beoordelen op wat er niet in staat, in plaats van wat er wel in staat. En ten tweede, het is gewoonweg niet waar. Want onverdraagzaam, ik, laat ik allereerst vaststellen met velen van u dat verdraagzaamheid en het benoemen van positieve kanten van integratie inderdaad van wezenlijk belang is. Ja, er gaat heel veel goed. En ja, juist een resolutie over een zo persoonlijk en beladen onderwerp als integratie moet perspectief bieden. De kansen, de succesverhalen en de ontroerende rolmodellen. Rolmodellen als Aziza Morsi. Vorige week donderdag stond zij op de voorpagina van het NRC. Pittige meid, 12 jaar. En zij behaalde de maximale score van 550 punten voor de CITO-toets.
Een score waarmee ze natuurlijk gemakkelijk naar elk gymnasium in Amsterdam kan. Want elk gymnasium wil wel Aziza in haar midden. En wat een zelfbewustzijn spreekt uit haar woorden. Ik citeer, dat u niet denkt dat ik dit zeg. Maar zij, van 12, Aziza, uit Amsterdam. Ik ben niet het type dat straks thuis gaat zitten om voor de kinderen pannenkoeken te bakken. Ik wil tandarts worden. Ik ben geïnspireerd door Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouwelijke arts. Partijgenoten, toen ik dat las, was ik oprecht trots op Aziza, maar ook op ons Nederland. Trots dat meisjes als Aziza Morsi hun dromen kunnen waarmaken en hun talenten kunnen ontplooien. Trots dat het in ons Nederland niet uitmaakt of je een hoofddoek draagt of niet, of hoe je achternaam klinkt om op het gymnasium te komen. Trots dat in ons Nederland, het Nederland van haar, van u, van mij, mensen straks alleen maar denken, wat een vakvrouw die Aziza, bij haar wil ik wel in de tandartsstoel zitten. Partijgenoten, dat perspectief, die droom, dat is het beschaafde nationalisme van ons sociaaldemocraten. Sociaaldemocraten zijn trots op onze rechtsstaat die beschermt en gelijke kansen biedt. We zijn trots op onze inzet voor emancipatie, zelfverheffing en ontplooiing. We zijn trots op de traditie van Aletta Jacobs en Joke Smit. Trots ook op de voortzetting van die traditie door vrouwen als Khadija Ariep, Fatima Elatik, Samira Bouhibti, Emine Boskoert, Nebahat Albayrak en Aziza Morsi. We zijn er trots op dat wij het verhaal van de idealen van de sociaaldemocratie in een mensenleven van maar 12 jaar kunnen laten zien. En niet alleen maar in mooie woorden. We zijn er trots op dat in Nederland alle mannen en vrouwen en kinderen het recht en de kans hebben om kleine en grote dromen te verwezenlijken. En dat is het Nederland waar ik trots op ben, Rita Verdonk. Partijgenoten. U dacht, moeten we nou gaan klappen voor Rita Verdonk? Nee, hoeft niet. Partijgenoten, dat alles moeten we benoemen. En we moeten ook wat anders doen. We moeten niet weglopen voor de andere kant van de werkelijkheid. Want ook de problemen moeten we eerlijk onder ogen zien. We mogen onze ogen niet sluiten voor problemen en gevoelens van onbehagen uit angst om voor rechts of populistisch uitgemaakt te worden. Want het mogen niet de rechtse uitersten zijn die het verhaal van het linkse midden bepalen. Dat doen we zelf wel. Voor al die meisjes die niet de kansen krijgen van Aziza moeten wij het hele verhaal vertellen. Het verhaal dat er ook meisjes zijn die de hoofddoek niet met trots, maar als een verplichting dragen. Meisjes die gedwongen uitgehuwelijkd worden. Meisjes die thuisgehouden worden en niet de kans krijgen om hun talent te ontplooien. Het is ook voor die meisjes dat ik deze resolutie schreef. Partijgenoten, dat beeld van onverdraagzaamheid en het najagen van verloren kiezers, dat beeld klopt echt niet. Wat klopt is dat de Partij van de Arbeid problemen onderkent en dat dat niet rechts is. Waarom niet? Omdat onze oplossingen op die problemen onvervalst links zijn. En het is aan ons om over het voetlicht te krijgen dat wij naast problemen ook oplossingen schetsen. Het is aan ons om over het voetlicht te krijgen dat het stigmatiseren van bevolkingsgroepen en het tegen elkaar opzetten van mensen een heilloze weg is. Het is aan ons om over het voetlicht te krijgen dat een inclusieve samenleving echt heel veel mooier is dan een samenleving die mensen uitsluit. Het is aan ons om over het voetlicht te krijgen dat tegen probleemjongeren in Gouda en Ede niet een leger van militairen ingezet moet worden, maar een leger van onderwijzers. Sportleraren, werkgevers en als het nodig is de politie. Maar niet het leger, Geert. Ik wist dat je blond was, maar zo blond, dat had ik niet verwacht. Partijgenoten, vrienden, als wij niet willen dat rechts de toon van de muziek bepaalt, dan moeten wij dat zelf doen. En oude reflexen moeten we echt loslaten.
Reflexen die Thomas van der Dunck mooi verwoordde op een bijeenkomst in Amsterdam. Hij zei: de Partij van de Arbeid heeft te lang achterstanden en integratieproblematiek of afgedaan als incidenten, of als alleen maar een vraagstuk van sociaal-economische verheffing, of als een kwestie van falend uitvoeringsbeleid. Partijgenoten, voor een deel is dat ook zo, vinden problemen met integratie ook hun achtergrond daarin. Voor een ander deel hebben ze ook te maken met elementen van cultuur, religie en traditie. En niet willen, met zelf aangemeten slachtofferschap. En dat benoemen is niet onverdraagzaam, dat is realistisch. Laat ik u nog eens even een voorbeeld noemen. Op een bijeenkomst ergens afgelopen weken zei een partijgenoot het volgende. Vrouwenbesnijdenis, ach ja, wat voor probleem is dat nou helemaal? Het zijn maar 50 meisjes. Daar hoeven wij toch niet over te praten in een resolutie. Weet je, dat flik je me niet nog een keer. 50 meisjes. Het is niet alleen een groot onrecht, het is gewoon een misdaad. En natuurlijk moeten wij ons daartegen te weerstellen. We zouden geen knip voor onze neus waard zijn als we het in onze resolutie ook niet over deze kwesties zouden hebben. Die meisjes verdienen onze bescherming, of ze nu in Senegal wonen of in Nederland. En dat is dus waar deze resolutie eerlijk over wil zijn en zal zijn. Omdat het die eerlijkheid is die ons als samenleving verder brengt. Het gaat ons nu nadrukkelijk om onze ambitie van een gedeelde toekomst. Van eerlijke en gelijke kansen voor al die kinderen. Om solidariteit met hun die niet kunnen. En dat alles loopt spaak als we de waarheid en de realiteit niet onder ogen zien. We moeten erkennen wat er goed gaat en wat er fout gaat. Omdat het tolereren en respecteren van een veelheid aan religies, culturen en levensstijlen alleen kan bestaan als we opkomen voor de principes en de waarden die ons allemaal dierbaar zijn. En dat brengt me op mijn vierde punt. De inhoudelijke keuzes. Daar ga ik niet al te veel over uitweiden. We debatteren er zo over en vrij uitgebreid, geloof ik. Ik heb de sprekerslijst gezien. Toch een paar woorden. Ons verhaal over dat nieuwe Nederland, ons Nederland, over met elkaar samenleven, gaat maar gedeeltelijk over wetten en regels. Het gaat vooral over een goede opvoeding, adequate jeugdzorg, goed onderwijs, werk voor iedereen, over sociale zekerheid, over debat en dialoog. Maar een van de belangrijkste uitgangspunten van ons verhaal over samenleven heeft wel degelijk met wet en regelgeving te maken. Deze resolutie, onze Partij van de Arbeid, staan pal voor de rechtsstaat. Sommigen zien die rechtsstaat blijkbaar als iets lastigs en vervelend. Als een restrictief pakket van maatregelen en wetten en regels waarmee de zweep over de integratie van nieuwe Nederlanders gelegd kan worden. Partijgenoten, als dat de bedoeling van de rechtsstaat was geweest, hadden we hem wel plichtstaat genoemd. En misschien komt het omdat ik in landen als Soedan en Haiti heb gezien wat het betekent als er geen rechtsstaat is. Wat het betekent voor mensen. Rechteloosheid. Geen bescherming tegen de willekeur van overheid, leger of medeburgers. Die rechteloosheid, die gun je niemand. En daarom vind ik dat wij wel eens wat trotser op onze rechtsstaat mogen zijn. En dat we die wel eens wat serieuzer moeten nemen. Dat brengt me op de vrijheid van meningsuiting. Een groot goed waar iedereen vrij gebruik van moet kunnen maken. Daarbij past natuurlijk een morele verantwoordelijkheid. Want bij alles wat we doen, moeten we rekening houden met anderen en met de effecten op de samenleving als geheel. Maar het recht om niet gekrenkt te worden bestaat niet. Krenken mag. Dat is geen pleidooi voor onbehouden gedrag. Het is geen pleidooi voor ongeremd beledigen of hufterigheid. Het is alleen maar een pleidooi voor het respecteren van onze vrijheid van meningsuiting. Want de vraag of iemand zich gekrenkt voelt, ligt voor iedereen zo anders dat dat geen reden kan zijn om op voorhand de vrijheid van meningsuiting in te perken. En ja,
daarom mag krenken. En kiezen om niet te krenken is een kwestie van goed fatsoen en respect voor elkaar. Partijgenoot, ik rond af. Ik vraag u hier vandaag, vanmiddag, luid en duidelijk te kiezen voor een nieuwe koers op integratie. Een koers waarmee we kunnen bouwen aan een nieuwe, gedeelde toekomst voor Nederland. Een toekomst waarin geen parallele samenlevingen meer bestaan, maar één samenleving, waarin mensen met in plaats van naast elkaar leven. Een toekomst waarin religie ons niet bang maakt, maar waar ruimte is voor geloof en traditie. Een toekomst waarin zwarte, witte en vooral slechte scholen niet meer bestaan en ieder kind het recht krijgt, het onderwijs krijgt waar hij recht op heeft. Een toekomst waarin je kansen op een baan niet afhangen van je achternaam of van je postcode, maar van je inzet en van je talenten. Partijgenoten, die weg is nog wel lang. En onze resolutie is dan ook geen sluitstuk. Het is een nieuw begin. Een nieuw begin met grote ambities, dat is zo. En voor sommigen zullen die ambities zelfs te groot zijn. Die ambities zijn te groot voor politici die de weg kiezen van de makkelijke oplossingen. Politici zoals Alexander Pechtold, en ik citeer hem, onlangs stelde die: integratie is een autonoom proces dat veelal vanzelf gaat. Ik hoop dat ze het bij D66 niet erg vinden dat wij ondertussen aan de slag gaan. Want blijven wachten tot het vanzelf goed gaat, werkt wellicht in een Wageningse villawijk, maar niet bij mij in Slotervaart. Daar in Slotervaart, daar werkt de aanpak van Ahmed Marcouch, die ook wel beter weet, net als u, dat het vanzelf wel overgaat. Onze ambities zijn ook te groot voor politici als Geert Wilders en Rita Verdonk. Zij hebben nog nooit van integratie gehoord. Ze hebben alleen maar over aanpassen of opdonderen. Ze zijn er dagelijks als de kippen bij als het gaat om het benoemen van problemen, maar als het gaat om echte, werkbare oplossingen, geven ze gewoon niet thuis. Onze ambities zijn te groot voor politici die maar niet willen beseffen dat de wereld veranderd is. De grond onder onze voeten, de hemel boven ons hoofd, het is echt anders dan 50 jaar geleden. Onze ambities zijn ook te groot voor politici die roepen dat we het allemaal wel alleen kunnen en dat we ons moeten terugtrekken achter onze dijken. Politici die zich verschuilen voor de realiteit dat het Nederland van de jaren 50 niet meer bestaat en ook nooit meer zal bestaan. Partijgenoten, het is tijd voor een ander soort politiek. Tijd voor een politiek die beseft dat geluk niet is af te meten aan hoe vrij de markt is en hoe groot de groeipercentages. Voor een politiek die beseft dat onveiligheid niet is af te meten aan het aantal moskeeën in steden. Voor een politiek die beseft dat werkelijk ongeluk de werkloosheid van duizenden mannen en vrouwen is en dat we daarom moeten investeren in mensen, in banen. Het is tijd voor een politiek die beseft dat je niet tegen Nederland bent als je voor Europese samenwerking bent. Het is tijd voor een politiek die beseft dat als de wereld verandert, je niet moet teruggrijpen op het verleden. Nee, je moet je hand uitstrekken naar die toekomst. Vandaag en morgen liggen er twee stukken voor die vanuit die visie geschreven zijn. Morgen het programma voor de Europese verkiezingen. Laat dat maar aan Jan Pronk over. En vandaag de resolutie over integratie. Partijgenoten. Politici kunnen mensen angst en frustratie voorschotelen om stemmen te winnen. Maar dat is niet de weg van de sociaaldemocratie. Dat is niet de weg van mijn Partij van de Arbeid. Wij laten zien dat er een andere weg is dan die van uitsluiting en verdeeldheid. Eerlijke politiek gaat het niet alleen om de stemmen. Eerlijke politiek wil oplossingen voor echte problemen. Eerlijke politiek wil lotsverbondenheid en sociale cohesie. Eerlijke politiek heeft naast handhaving van het recht ook solidariteit, emancipatie en verheffing hoog in het vaandel staan. Eerlijke politiek is onze politiek. Politiek waar ik net zo pal voor sta als Troelstra.
toen hij tegen zijn vader opstond en zei: het is mijn roeping. Ik kan niet anders. Dank u wel.